We zijn op weg naar de laatste bocht, waarbij de leiding is voor Hero Baldwin. Hero Baldwin, buitenzijde daarnaast is het Hold Me Quick. Daarachter aan de relingzijde volgt Hurricane BB, dan Hen Bianca, Boko en Heartbreaker als vijfde. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Ruud Pols dus aan kop met Hero Baldwin. Hero Baldwin duikt als eerste de bocht in. Buitenzijde daarnaast probeert daarbij te blijven. Hold Me Quick probeert zelfs iets dichterbij te komen. En dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Derde plaats is voor Hurricane BB. Vlak daarachter ligt Hen Bianca, Boko. En Heartbreaker moet een paar lengte laten vallen. Vier paarden dicht bij elkaar en we zijn inmiddels in de laatste rechte lijn. Komt helemaal naar de buitenzijde nu de favoriet en dat is Hen Bianca Boko. Die probeert te versnellen, maar aan de relingzijde gaan ze dat veel harder doen. Aan de relingzijde ligt nog altijd Pols, daarnaast in het tweede spoor Minima. En ze gaan op weg naar de streep, daar komt ook Hurricane BB. Hurricane BB aan de buitenkant komt heel snel, maar net te laat. Het is de 7 die wint, dan de 3 en dan de 2. 7-3-2 lijkt het voorlopig, het scheelt weinig op plaats 2. Uitslag is officieel, dames en heren. Koers werd gewonnen door paard nummer 7. Hold Me Quick, Dennis Minima in 1-20-2. 1-20-2, dat betekent een evenaring van het record van deze Hold Me Quick. Het halfzusje van Trecciadoro Rex. En dat is dan in dit geval een half broertje, moet ik zeggen. Hold Me Quick, een tweejarige ruin inmiddels van Quickwood uit Free Dream Rex. Gefokt door meneer Van der Zand, inmiddels eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas en gereden vandaag door Dennis Minima, die daarmee goede zaken doet hier voor de rijderscompetitie. En ze winnen dus de Lammersprijs Groningen, tweejarige stakes. En Hold Me Quick staat rustig stil. Dan loop ik even richting Dennis. Dan draai ik een beetje bij Dennis, want mooie zegen en een hartstikke goed paard. Heel goed paard. Ik had er niet zoveel vertrouwen in, want de voorrijding ging niet zo goed. Maar ja, hij maakte het toch waar. Hij maakte het waar, maar in zijn koers werd vaak de kop overgegeven. Ja, hoe ging de koers voor jou? Nou, ik had liever een ruggetje gehad tot de laatste richtlijn, want hij is van rug af denk ik beter als zo. Maar ja, hij ging zo sterk en ja, hij wint uiteindelijk makkelijk, ik hoef niet aan te rijden. De proppen zitten er nog in. Nee, hij is nog niet uitgewonnen. Hij is nog niet uitgewonnen, dat is heel mooi. Hij gaat de andere stakes doen dit jaar, bedoel, gaat alle Italiaanse koersen doen. Ik heb geen idee wat het idee is. Dat zullen jullie dan rustig hier verder gaan bekijken. En dan ga eerst lekker voorrijden met deze Hold Me Quick, die een boel snelheid al laat zien. En ze winnen dus hier de Lammersprijs, de Groninger tweejarige stakes. En de snelste tweejarige in dit geval heet dus Hold Me Quick, samen met Dennis Minima, dames en heren. Geeft hem een groot applaus. Paard komt uit de stal van de kampioenstrainer hier, Bas Krebas. Is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Alle paarden goed weg. Hele rustige start van Havana Baldwin. Die begint vrijwillig als laatste. En een duel om de leiding met Hurricane BB en aan de buitenkant daarnaast Heartbreaker. Heartbreaker aan de buitenkant drukt door en gaat als eerste de bocht in. Heartbreaker als eerste de bocht in galoppade daar bij het ingaan van de bocht van het paard van Bas Krebas. Een van de drie paarden van Stal PD gaat van de benen. En dat lijkt mij Bas te zijn. Gaan we straks zien. Deelnemers komen de bocht door. En gaan zo meteen de rechte lijn voor de tribune inkomen. Daar leidt Heartbreaker. Daarachter komt Vandaan en gaat naar het tweede spoor. Hurricane BB wil de leiding graag weer terugnemen. Daarachter kwam in het tweede spoor ook net oprijden Ruud Pols met Hero Baldwin. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En er wordt nog altijd gevochten om de leiding, maar die is nu voor Hurricane BB. Hurricane BB aan de buitenzijde. Uitgeschakeld nummer 8, galop telgang. Aan de buitenzijde komt naar voren Hero Baldwin. Derde is Heartbreaker. De vierde plaats aan de buitenzijde is voor het nummer 7. Dat is Hold Me Quick. En daarachter volgt Hen Bianca Boko. Die vijf paarden moeten het onderling gaan doen. De rest is te ver weg of uitgeschakeld. En zo gaan de deelnemers de rechte bocht in. Het zijn in de voorlaatste bocht. En daar gaat Heartbreaker een stukje naar achteren. En is de leiding inmiddels overgenomen door Hero Baldwin. Hero Baldwin leidt. Aan de buitenzijde komt nu de andere deelnemer van Krebas naar voren. Dat is Hold Me Quick.
WD Kleuren dus eerst en tweede op dit moment. De derde plaats voor Hurricane BB. Vierde is hen, Bianca Boko in het tweede spoor. En daarachter ligt Heartbreaker. Die vijf paarden dicht bij elkaar zijn op weg naar de laatste bocht. Waarbij de leiding is voor Hero Baldwin. Hero Baldwin, buitenzijde daarnaast is het Hold Me Quick. Daarachter aan de relingzijde. Volgt Hurricane BB, dan hen Bianca, Boko en Heartbreaker als vijfde. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Ruud Pols dus aan kop met Hero Baldwin. Hero Baldwin duikt als eerste de bocht in. Buitenzijde daarnaast probeert daarbij te blijven. Hold Me Quick probeert zelfs iets dichterbij te komen. En dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Derde plaats is voor Hurricane BB. Vlak daarachter ligt hen Bianca, Boko. En Heartbreaker moet een paar lengte laten vallen. Vier paarden dicht bij elkaar en we zijn inmiddels in de laatste rechte lijn. Komt helemaal naar de buitenzijde nu de favoriet en dat is hen Bianca Boko. Die probeert te versnellen, maar aan de relingzijde gaan ze dat veel harder doen. Aan de relingzijde ligt nog altijd Pols, daarnaast in het tweede spoor Minima. En ze gaan op weg naar de streep, daar komt ook Hurricane BB. Hurricane BB aan de buitenkant komt heel snel, maar net te laat. Het is de 7 die wint, dan de 3 en dan de 2. 7-3-2 lijkt het voorlopig. Het scheelt weinig op plaats 2.